Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op 7 januari. Het is glad buiten. Er is momenteel een code oranje actief voor ijzel. In het hele land kan het spekglad zijn door bevroren weggedeeltes. En dat betekent dat het dus oppassen is in het verkeer. Er zijn inmiddels al honderden ongelukken gebeurd in het land. Heeft allemaal te maken met een storing die over het land trekt. En het gaat heel langzaam. Op de satellietfoto zien we het wolkenpakket dat erbij hoort. Het trekt van noordwest naar zuidoost. En zoals gezegd, dat gaat heel langzaam. En dat betekent dat de neerslag lang boven Nederland blijft hangen. Het is over het algemeen wel hele lichte neerslag. En vaak is het ook droog. Maar omdat de temperatuur aan de grond onder het vriespunt is. valt de lichte regen of motregen op die bevroren ondergrond. En dan bevriest het direct. En dat betekent dus echte ijzelsituatie. Op de radar kunnen we het front nog wat beter zien. We zien dan op dat moment, om half vier zo'n beetje, dat er wat meer intensieve neerslag over het oosten van het land ligt en over Duitsland. Dat was sneeuw, maar die sneeuw die is inmiddels verdwenen. Die is verder naar het oosten getrokken. Daarachter, daar zien we dus lichte regen of motregen, en die lichte regen of motregen, zoals gezegd, die valt op die bevroren ondergrond en zorgt voor die gladheid. Soms is de neerslag zelfs zo licht dat we hem niet eens op de radar kunnen zien, maar dan valt er wel degelijk lichte motregen. Nou, ik gaf het al aan, dat betekent vanochtend in het hele land gladheid. Maar langzaam maar zeker gaat die temperatuur geleidelijk aan vanuit het westen iets omhoog en gaan de gladheidsperikelen verdwijnen in het westen. Maar in het oosten blijft het ook nog vanmiddag lang glad. En ook in het midden sluit ik niet uit dat het glad is, want ook daar liggen de temperaturen nog lang onder nul. Vanavond, waarschijnlijk alleen nog in Limburg en in de achterhoek wat gladheid elders daar is de temperatuur iets boven het vriespunt opgelopen en dan kan het ook flink mistig worden. Dat kan eigenlijk al in de loop van de dag gebeuren vanuit het westen. Want zodra de dooi intreedt, wordt het ook nevelig en mistig en zal het heel grijs zijn. Nou, vannacht dan is het op de meeste plaatsen dus droog geworden. Is er veel bewolking, is het ook lokaal mistig. Maar kunnen er ook een paar opklaringen komen. En als die opklaringen dan weer komen, kan de temperatuur onder het vriespunt dalen. En dat betekent opnieuw kans op gladheid. In dat geval door bevriezing of opvriezing van natte weggedeelten. Nou, morgen ziet het er allemaal een stuk rustiger uit. Er is vrij veel bewolking, maar in de loopende dag breekt ook de zon af en toe door. En de temperatuur die loopt dan in de loopende dag op naar zo'n 3 graden in het oosten tot 6 of 7 graden langs de westkust. Verder staat er morgen een wind uit westelijke richtingen die overwegend matig is. Vandaag waait de wind overigens uit een zuidelijke richting. Ja, en dan de dagen erna. Nou, die zien er vrij wisselvallig uit. Iedere dag is er wel kans op neerslag. En vooral op woensdag en donderdag kan het ook stevig waaien aan zee. De temperaturen liggen overdag meestal zo rond de 5 tot 7 graden. En in de nachten over het algemeen net iets boven het vriespunt. Vanaf volgende week dan neemt de kans op vorst weer toe. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijne dag en ook een veilige dag, want pas op met de gladheid.